komen op 1 minuut. 1 minuut voor de start. De laatste minuut voor de start. 13 minuten voor de klaar. We wish all the ladies good luck in this Reykjavik Ladies Cross. Good luck, ladies. Veel succes in deze wedstrijd, dames. Kleine klokken zijn, oh, daar in de zitkast zijn, dus in dat land.
in de zone van Zwanda. En ja, dan moet ze dat toch even voorkomen. En de oude loop is dat dan een bal van zijn. Maar daardoor is het een groepje, want samen met nu. Wat is er niks gebeurd met de liefstellers? Gaan ze dus op denk ik naar de tweede golf van de handen materiaal voor de twee leden van stage op het strand van het Zilvermeer. Ja, de regio's natuurlijk en dat al die lucht van die rechters met Anakje, met heel die festival. Een van onze lokale partners van deze cross hier vandaag in Bol. Ze komen ze niet uit. Ja, met z'n tweeën. Sine van Alroy en allemaal Iborst. Een beetje consolideren, waar de junior wat stil viel, is er hier weinig sprake van. Ze komen aan het zijn voorbij. En dan gaan we kijken wat de kronzing op de eerste renners in achtervolging. Deze wedstrijd is Lucina Brandt en Zoe Bechstedt. Place 3 en 4. Volgen op 10 seconden. 10,5 seconden is het verschil. Dan komen we hier bij een groepje terecht. Met Jara Kastelein, Aniek van Alphen, Leonie Breitveld, Anna Kay. Zitten allemaal in dat groepje met Oude Molengraaf ook. Laura van Godschot. 11e plaats, 11e place is voor Clara Hunsinger. Jenny Manrooy en Anna Dios. In de volle meubeling van dat duo. Ja, het wordt wat groter. Het wordt wat groter. Met 10 seconden.
Lucinda Brown als derde, Zorgaksen als vierde. En op die eerste lussen achter de arm zijn, die zijn behoorlijk technisch. Korte draaien op en neer langs de kleine natuurlijke heuveltjes hier op het Zilvermeer. Tussen de bomen en de sportvelden. Het Zilvermeer is hier allemaal, zowel voor dagrecreatie als voor lijfsrecreatie. Deze uitlaatsgenoten die zeer drukke periode, een
Thank you.
Ja, deze stage. Normaal stage geweest natuurlijk. Maar Bram en Moskwaar die daar eigenlijk met niet op de stuur zien. En de punt hier. Daar die gedubbelde renster Meadow Willems. En ze komt onze richting uit. We hebben er nog drie te gaan nu. Drie rondjes nog voor de lijst voor Shirin van Androoy. Drie rondjes nog achter liggen. En volgens elkaar. Ja, ja, zeker. Voorsprong was dat net een goede 3,4 seconden. Drie rondjes voor het einde voor Shirin van Androoy. Wat daar komt er nummer 2 in. Met rustig afstand. En over de derde komt er aan. Alle kijken nu wat het verschil wordt. Kijken wat het verschil wordt. Hier aan de streep. En dat kan er een goede 21-22 worden. Het zijn de 24 seconden voor Lucia Ram. Allemaal jongens op 29 seconden. Dan krijgen we het zo Baxter, maar dat gaat dan aan de 50 seconden toe. De achterstand van Zoe Baxter, die er nu aankomt op plek 4 voor plek. Dat is moment voor Zoe Baxter. En de gap is 49 seconden. 49 seconden, 49 seconden.
Welkom hier Erik van Alphen. Met nog drie ronden omhoog van de winnares van Boom. Nog drie rondjes. En die heeft een achterstand van 1 minuut en 3 seconden. Wat ondertussen nog Jana Kastelein op de zesde plaats gepasseerd op 1 minuut en 6. Laura Verlost op 7 plaats van 1 minuut en 12. Dan komt hier denk ik Laura Molgrava op voor haar en al die nog 3 ronden. Nu langs de goud, als dat van Clara Hoosinger. Achtste plaats voor Laura Molgrava in het gezelschap van Clara Hoosinger. Op 1 minuut, 7 minuten. Thank you.
Bij de passage hier aan de streep, wat het verschil is, wat het verschil is voor Shiri Banano. Tegenovergestaan van Lucy Davant en Amarivos, want dat zijn de dames die nog in aanmerking komen voor een eventuele overwinning. Shiri Banano, twee ronden heeft ze nog achter de rug. Ze komt hier voorbij, hij gaat de kroon laten meelopen. Met nog twee ronden te gaan in deze Rukkabikkelingskos. Zijn hier nu over de streep. Volle finale nu in deze Rectavit Ladies Cross. Ik ga hier aan de uitafsluit. Lucinda Bart komt eraan. Je hebt nog twee ronden te gaan, Lucinda. En de achterstand eraan. Ik kan maar een half minuutje doen. De exacte afstand is inderdaad 30 seconden. 30 seconden. Dan komt de Amarillo's. Dat komt de Amarillo's voor de hoek. Amarillo's. Dat is een verschil van 41 seconden. Ja, dat blijft wel staat het voort. En dan kwam van 41 is brand met de... Wat blijft daar dus de opzicht van Gina van Aroy weinig terrein verliezen. Blijft staan, dat is gewoon voor haar. Sterk nog iets over zitten we nu. Deze exacte afstand is van Europark. De dames wedstrijden onder de titelpartner van Richter. Thank you.
Ja, dat blijft een half minuutje. Dat blijft een half minuutje. Die zone en dat gaat nu naar een verschil van 45 seconden. Laatste ronde ook voor de tweede kampioenen. Laatste ronde, Lucinda Brands. En Anne
van 39 seconden. 39 seconden het verschil. En Wolfstad gaat naar de buiten 56 seconden gaan. Het verschil van Annemarie Hos met Chirina. Laatste ronde voor Annemarie Hos. Hos moet al zeker van een podiumplek. 56 seconden het verschil. Ik wil een beetje snelheid en consolideren in die laatste ronde van deze exactcross. Rechtgradig, die levenscross. Om het zilveren meer in hoofd. Dan hadden we doorpocht hier aan de aandacht en rond ons geloof. Deze is de eerste kracht. Dan is het helemaal onderaan aan de halve in de lijst. Volgens ons de EV-20 van de plaats. Hier hebben jullie door het effect. Met de jaarafleiding. Dat is een lekker in de zin van onze regering 28. Dan zijn ze alweer, maar zij zijn trouwens voorbij de middenbank. Ja, dat moet wel.
laatste keer in die materiaal voor Shane Malroy. En Dylan Fraser hoor. Dylan Fraser. De tweede is zo nog binnen voor Shane Malroy. Hoor je zeggen, als we denken van die begin mee, hier is Jacques genomen. Meteen toch wel geprobeerd om de wedstrijd in handen te nemen. Tweede in Ardooien, derde in de Super Prestige, de wedstrijd in Boog. Het is toch wel mooie uitslagen die zijn hier gehaald. Hier dit seizoen al voor Schipman Ardooien. En dan mag ze ze binnenhalen met de Noordeur Grandeur, want zij is de meer dan verdienstelijke winnares van deze Exact Zilvermeercross. De winnaar is er. De zege is binnen voor Lucinda Brand eraan. Mooie tweede plaats voor Lucinda Brand bij haar wederoptreden. Zeker en vast. Zij heeft weer op de wedstrijd voor de camera van de achtergrond plaats moeten inzitten. En dat heeft ze wel. Lucinda Brand, tweede plekjes voor haar.
Dat is niet bouwen, maar dat wordt net nummer 11 vandaag.